Hallo, ik ben King Fred II en dit filmpje gaat over de maanlanding. Er is veel over te doen en er zijn veel mensen die zeggen dat de maanlanding niet echt was. Nu is er een forum, astroforum.nl, waar dit ter sprake komt. Wel nu. Waarom zijn er op geen enkele foto sterren te zien? Zonder wolken, zonder atmosfeer en zonder belemmeringen moet de sterrenhemel magnifiek zijn op de maan, maar waarom staan ze er niet op? Niet gek, om de sterren erop te zetten moet je een lange sluitertijd gebruiken. Omdat de fotocamera's op automatisch stonden, is daar dus nooit gebruik van gemaakt. Dat is de tekst die op dat forum staat. En dan is er de andere vraag. Waarom is de Amerikaanse vlag constant aan elke kant zo helder? Met één lichtbron zou tenminste één kant compleet zwart moeten zijn. Toevoeging, ook het feit dat beide kanten van de astronauten belicht zijn, zou niet kloppen. Maar wederom een logische verklaring. Net als op aarde weerkaatst het licht op de grond en net als op aarde weerkaatst het ook in tegengestelde richting. Daarom blijven beide kanten belicht. Oké, tot hiertoe de tekst op dat forum. Wel nu, het licht van de sterren is dus niet te zien vanwege de korte sluitertijd. Maar, als het licht van de zon op de grond weerkaatst en vervolgens op de voorkant van dat ruimtepak nog eens wordt weerkaatst en dan pas in de camera komt, waarom zou dat dan zoveel helderder zijn dan wanneer het direct van de sterren komt? Het klopt niet. Het spreekt elkaar tegen. Of de sterren hadden zichtbaar moeten zijn, of de astronaut had totaal in het donker moeten staan. En dat laatste is het geval. Probeer het zelf maar eens. Gewoon op aarde. Het is avond, je zet een sterke lamp neer achter de persoon die je fotografeert en je neemt een foto. Pikzwart. The future of space exploration, the emerge of private space sector and daily life in space. These are among the topics we discussed today with two special guests from International Space Station. Terry Wirtz, the current ISS commander, and Samantha Cristoforetti, the first Italian female astronaut in space. Terry, another goal of this mission was to prepare the station for the arrival of future private spaceships. For NASA, it will mean, once again, having direct access to space. How important will it be having a partnership with private companies for space exploration? Well, it's been a big part of our mission so far, both doing spacewalks and doing work inside. To get ready for the future vehicles that will be coming to the space station. And it's very important for NASA, our way forward, the way that we're going to launch astronauts from Florida once again to the space station is going to be on both a Boeing capsule and a SpaceX capsule, starting sometime in the next probably 2 years. And we're really looking forward to that. It's a important part of the space station program. It's an important logistical thing that needs to be solved in order to get people to the station and back, so it's very important. And what comes after the International Space Station once its mission is over? How do we ensure the presence of humans in space? Well, that's a great question. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. My
My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. Orion is NASA's next-generation spacecraft. Built with versatility in mind, it can take astronauts deeper into space than we've ever gone before, to an asteroid, or even onto Mars. For these missions, Orion has to be one tough spacecraft, withstanding high speeds, searing temperatures, and extreme radiation. Before we can send astronauts into space on Orion, through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back.